is licht, Edo. Het is licht. Ik zeg, we gaan gelijk naar het vliegtuig. Ja. Kunnen we heel... Oh, wacht, maar ik moet wel echt even eten. Nee, en het eten is nog niet gedroogd. Nou, ik doe het zo. Huppakee, vuurtje aan. Nee, ik kan toch gewoon... Ik kan toch gewoon opleggen, of niet? Ja, dat ga ik nu doen. Ik wip. En dan gaan wij het... Ik kan alleen iets eten, dus je moet zelf even pakken gelijk. Ja, je kan C doen nu gewoon. En dan ga ik het erop als het goed is. Nee. Oh, dan moet je wachten. Oh! Oh! Ik sta nog steeds in de fik. What the fuck? Ik zit in het water, jongens. Holy shit. Nou, oké, okay, nou, daar ging een Raw Lizard. Die Raw Lizard? Ja. Nou, ik was iets aan het braden, maar jij hebt het verpest. Hoezo heb ik het verpest? Nou, omdat jij dat ding sloopt, hè. Hé, laten we maar gaan nu, want ik zie het alweer gebeuren. Ja, maar ik moet echt eten. Ik heb geen eten meer. Jongen. Je hebt hier toch gewoon eten hangen? Ja, maar dat is nog niet klaar. Je hebt zo klaar. Je kan het toch gewoon pakken, dan is het goed. Ja, maar ik heb het nu al, wat een bak is. Oké, mooi. Jij kan straks ook wat eten hoor, maar ik moet echt eerst. Ik zit vol. Ik zit vol, ik heb geen honger meer. Doe één vogel. Oh, dat is niet handig wat ik nou ga doen. Oké. Deze vogel wil me trollen. Zie dat? Dan wil het... Oh! Oh, sorry. Lekker. Oké, we gaan naar het vliegtuig. Zo, ik heb alle veertjes. Let's go. Oké, waar is het vliegtuig, Sven? Jij weet het. Een beetje hierheen. Tenminste, daar lag de cockpit. En volgens mij lag het vliegtuig daar niet ver, veel verder vanaf. Oh nee, dat is zeker waar. Ah, we moesten hier oversteken. Als het goed is, lag je hier ergens, toch? Ja, deze kant uit. Weet je zeker? Nee. Ja, volgens mij wel. Of niet? Ik weet het niet zeker, maar we gaan gewoon. Sven, die liepen daar mensen. Oké, ik pak mijn boog. Let's get them, Edo. Precies. Gaan we ze pakken? Ja, zeker. Alleen, ik vraag me af hoe we hier naar boven gaan komen. Dit is veel te stijl, man. Nee hoor, hier, je kan niet gewoon terug hierheen. Oh ja, het is best wel stijl. Ja, ik heb hele krachtige benen natuurlijk. Ja, je hebt hele krachtige benen. Pof. Waar zijn die mensen dan? Ja, ze zijn weg. Hier, koffers. Oh ja. Maar die zijn allemaal open, er ligt niks meer in. Oh, hier wel. Oh, scam. Oh, misschien open heb ik deze ook gemaakt. Hier, maar je. Hier ligt ook nog. Oh, dat zijn deze. Ga nou hakken, dankjewel. Die pak jij maar voor dat ik even voor je kop. Nee, maar doe maar. Ik heb een bouw in mijn handen. Voor als er meetjes komen. Zo. Ligt er nog eentje ergens? Nee. Nee, dat was het al. Oké, Ja, ga even hier kijken, want volgens mij is hier het vliegtuig ergens, als het goed is. Deze kant op, waar ik nu heen kijk. Ja, ik zie hem. Deze kant op. Ja, mensen, Sven. Ja, ik ben naar beneden gesprongen, want hier is het vliegtuig. Je zegt deze kant op waar ik heen kijk, maar je bent er niet eens. Godzakken. Ik heb hem in de fik. Met mijn boog. Ja, ik heb hem. Oké, Sven, kom naar mij toe. We moeten deze even snel opleden. Momentje. Waar ben jij? Ik kom naar jou toe. Dan neem ik hem mee naar beneden. Even kijken, waar ben jij? Je bent hier beneden. Ja, ik zie het. Oh. Mijn game dacht even van ik stop ermee. Zo. Oh, what the fuck? Hoe de fuck komt even hier neergelegd ofzo? Pak zo hoofd. Wil je zijn hoofd hebben? Nee, ja. Wel? Alles meenemen. Waarom wil je zijn hoofd hebben? Nou, omdat we alles, daar kunnen we bones van maken. Daar kun je iets sterker mee maken. Oké. Okay. Nou, dan gaan we. La. Wat is dit dan? Oh, een rabbit. Dat is een rabbit. Oké, daarboven lag dan het ding, toch? Of niet? Ja. Daar rechts in het bos, dacht ik dan. Oké. Ik moet eventjes wat health erbij krijgen. Of health, energie. Energie. Yes, boys. Let's go. Laten we even lopen, niet rennen. Zullen we dat doen? Ja. Heb ik trouwens mijn pijlen nu weer terug? Ja. Weet ik niet. Ik krijg mijn pijlen gewoon terug. Ja. Dat is wel nice. Ik loop er heel langzaam. Dat gaat weer heel traag. Holy shit. Ja, kom, laten we gewoon weer een stukje rennen. Ik wou net zeggen, waarom zou ik gaan lopen? Hey, een rabbit. Ja, ik zie hem. Laten we die maar even laten. Ja, we hebben al genoeg dieren vermoord, Sven. Ja, dat is zeker waar.
Ja, hier is het. Als het goed is, zijn we er, want ik zie hier een hoop koffers. Kijk, en nu gaan we even spullen looten. Oh, je kan hier ook sticks pakken en alles. Gewoon alles erop en eraan. Wat? Ja, je moet niet naast me gaan staan, denk je, Edo. Dat slaat jou toch. Maakt niet uit. Ja, als ik jou sla, dat is weer zonde allemaal. We gaan een keer de andere kant op, even snel. Want het is nu toch dag, en nu zijn we toch hier. Ik bedoel, gewoon eventjes naar het andere kant op waar we origineel heen liepen. Dus die kant op. Oké. Ik bedoel, why the fuck not? Hè? Klein stukje hoor, niet te ver, want ik zie het allemaal weer gebeuren. Nee joh, gaat allemaal goed. Gaat allemaal goed, in één keer een ziek monster voor ons. Nou, het enige monster dat ik me echt goed kan herinneren is in een cave. En daar gaan we voorlopig nog niet in. Nee, maar ik ken ook nog wel andere monsters. Daar gaan we mensen voor meenemen. Als we cave gaan. Precies, dat gaat toch nooit met z'n twee lukken. Zo, het waait inderdaad nu ook wel op Mookchart hier. Oh! Oh nee, laat maar, dat is een blaadje. Hoe ver wil je die kant op gaan, Sven? Ja, I don't know. Ik vind het best wel interessant eigenlijk. Alert! Ik ga mijn bal pakken. Oh, dan reken je mee dat je meerdere pijlen nodig hebt dan één, hè? Oh ja. Dus het zou zonde zijn als je pijl nakt, weet je wel, in joegoetjes. Ja, dat is zeker waar. Ik pak ik ben best wel mijn eind. In mijn handen. Kunnen we daar kills mee gaan maken? Ik wil gewoon iets discoveren. Ja, maar dat gaat niet zo makkelijk met z'n tweeën, Sven. Want als je iets wil discoveren, zit je al bijvoorbeeld meteen te denken aan een cave. Ja, nee, of gewoon een dorpje, weet je, want die had je ook. Ja, oké, er zijn ook dorpjes, maar ik hoor mensen, Sven, weer. Hoor je mensen? Ja, hey, ik zie maar koffers. Koffers. Ik zie het, ook onder water. Oh. Zo. Zo, wat de fuck is dit? Ah, weer. I. Wat de fuck pak ik op? Circuit board heb ik. Ik heb allemaal onzin. Ik heb een head. Oh, dat is. Ook heel veel booze. Booze. Dat is heel gunstig. Waarom? Oh, een lizard. Kun je er niet alleen dronken van worden van booze? Nee, je kan er ook drinken van krijgen. En je kan er ook dingetjes van maken. Oké. Ik wil toch even iets tegenkomen. Dat ik het gevoel heb dat we niet alleen hier zijn, zeg maar, die iets bouwen. Ja, ik... En ik loop toch langzaam richting het huisje, zeg maar. Ik loop er niet echt veel verder van mee. Oké. Hé, hier heb je een totem of zo. Moeten we hier niet voor oppassen voor deze dingen? Ja, die moet je slopen, totems. Goodbye. Oh, Sven, hier liggen koffers nog. Hoorde geluiden. Ik heb daar echt een hele creepy boom die volgens mij niet echt normaal is ofzo. Is dat een landmark? Koffers zijn echt heel veel koffers hier. I'm coming, Edo. Don't worry. Zo, kijk eens aan zeg. Ja, heb jij goede loot te pakken, jongen? Oh ja, ik heb zelfs een plant meegenomen die we nodig hebben voor medicijnen ofzo. Ik kom die kant op, mocht het nog nodig zijn, want hier heb ik het wel weer gezien. Ja, doe maar. Ik wacht hier wel een beetje in de buurt, een beetje zoeken nog naar rozenplantjes die we mee kunnen nemen. Je hebt je tenten. Oh nee, wat is dit? Zelfs een koptelefoon. Hier ligt nog een stuk van het vliegtuig. Sven, ik heb volgens mij een koptelefoon opgepakt. Ik heb een pot. Een pot. Ja, gewoon een pot, zeg maar, waar we dus water en zo op kunnen koken. Dat is echt heel nice. Waar ben jij? Kom waar ik ben. I'm coming, ik neem nog even wat van die plantjes mee. Je kan dus van die witte en van die rode plantjes die op de grond staan, kan je oppakken. Die hebben we nodig voor medicijnen en zo. Een pot heb ik al opgepakt, dus dat is best wel chill inderdaad. Waarom hebben deze mensen sticks in hun koffers? Oh ja, ik heb een paddenstoel gegeten. Oh, deze gasten had arrows in zijn koffer. En ook echt veel. 10 of arrows. Zo. Ik heb ook iets opgepakt wat op arrows leek. Maar... Oh, dat is... Oh, ik heb 20 arrows. What the fuck? Nou. Oké, ik ga met die banaan. Ik dacht dat ik sticks oppakte, maar... Hè? Die potten heb ik in mijn... Oh, hier nog meer, Sven.
Wacht, waar is die pot? Ik had een pot. Waar is die pot? Wow. Sven, ik heb nu echt vet veel arrows. Ik zoek die pot. Waar staat die pot? Wow. Die heb je als het goed is. Rechts, helemaal rechts. Old pot. Sven, oh, helemaal bij old pot. Ja, ik zie dat niet. Ik heb 30 arrows. Lekker. En ik heb een electrical tape, die hadden we nog nodig. Die heb ik ook 2. Ik heb er 4. Holy shit, Sven. Zou het slim zijn om nu langzaam terug te lopen, mochten we doodgaan of zo? Weet je. Ik heb dynamiet. Bommen maken! Ja, dat zijn al bommen van zichzelf. Oh ja, dat is zeker waar. Wat de fuck is dit? Sven, ik denk dat het tijd is om terug te gaan. Ik heb alleen geen idee waar de fuck ik ben. Wacht, Edo, we zijn wel een beetje volgens mij bij iets wat belangrijk kan zijn. Dus we kunnen net zo goed heel snel hierheen gaan. Ik wacht hier op je en daarna gaan we gelijk terug. Ik zie hier namelijk iets wat niet echt natuurlijk is ofzo, dus ik weet niet of dat bijna. Ja, weet ik niet, een of ander torentje ofzo. Nee, toe. Ik heb alleen nog steeds geen medicijnen, maar goed dan. Ik heb wel. Ik wacht hier op je. We zijn bij een kust, zeg maar, en daarna lopen we terug naar het. Oké, ja, ik heb weer even geen energie. Maar ja, ik heb 30 arrows, Sven. Mooi. Hey. Bye. Okay. Ja, dit plekje ken ik heel goed. Ik niet meer, maar. Dit is waar we altijd bouwden. Dit is waar onze hele base stond. Is dat zo? Ja. Oh, feels bad. Nee, is die base gone? Feels bad, het feels goed. Nee, want die base is gone. Ja, oh zo, ja. En als de mensen willen weten hoe. Oh, hier ligt nog medicijnen, Sven. Ik kan het niet meer meenemen. Waar? Hier zo, 2. Ja. Oké, ik heb alles gepakt, denk ik, ja. Klot of zo, wat ik allemaal pak. Zo, ik heb 88 klot, holy shit. Zender staat er wat en dat wil ik nu dus coveren eigenlijk. Kom je mee? We gaan daarheen en daarna gaan we. Een old boot. Rood. Tuurlijk, die liggen van die oude bootjes. Dat is heel logisch. Ja, dat is zeker waar. Daarna gaan we terug, ja, want ik zie het er weer gebeuren dat het nacht is en dan zijn we kapot. Zo, wat is dit? Ook zo'n balletje die gooi ik weg. Wat is dit? Je moet dus lopen, hè, ja. Sorry. Oh! Oh! Wat zijn we die containers? Wat zit erin? Volgens mij circuit boards. Die dingen moet je slopen. Ja, ik weet niet wat we met die circuit boards kunnen, maar ik ga het gewoon allemaal meenemen natuurlijk. Ja, ik zit al vol. Ja, ik zit ook vol qua circuit boards. Maar we gaan gewoon kijken of dat we iets speciaals zien. Maar daarna gaan we wel echt terug. Like, no excuses. Like, als jij deze doorzoekt. Oh, een papiertje. Hier zit niks in. Een lijst van klerenmaten heb ik. Een lijst van klerenmaten. Oh, schildpadden. Interessant. Ja, ik loop wel langzaam terug, Ido. Want ik heb honger, ik heb dorst en ik heb weinig bij. En ik heb geen zin om dood te gaan nu nog. Dus. Ik even een schild pakken hoor, deze. Ja, ik loop gewoon via de kust terug. Ik denk dat het best wel slim is, dus, eigenlijk. Ja, maar wacht je even op mij? Even snel kijken, hier ligt niks meer in. Ja, ik ga ondertussen even die totem killen hier. Ja, dat is een goed idee. Daar kan je inklimmen en er bovenin liggen meestal tennisballen. Ik hoor mensen. Ik zie niet waar. Ik zie mensen, op de berg. Oké, okay, Edo, pak onze pijlenboog inderdaad. I'm lighting it up. Ah! Ah! Die is dood, die moet ook niet doen. Nice. Oké, weg hier. Oh nee, wacht. Eerst ledemaat eraf pakken. Hier komt hij. Oké, that one is dead. Yes. Ledemaat eraf, Sven. You know what to do. Ja, ik ga even die dingen slopen, die totem hier. Want dit zijn echt niet grote totems ofzo. Alsof het ik kan het niet meer meenemen. Ah, maar nee, ik kan het niet meer meenemen. Hier kan je dus boven klimmen. Ja, maar ons huis is daar, dus ik ga gewoon via de kust. Ik denk dat het veiliger is. Ja, je mag best via daar, maar ik ga via de kust. Ja, ik ga ook via de kust. Maar hierboven liggen alweer 2 medicijnen bijvoorbeeld. Oh, zo. Ja, ik zit waarschijnlijk ook op, maar, ja. Oh, nu heb ik medicijnen nodig. Ben je geëerd of zo? Ja, ik viel er vanaf. Ja, sprong er vanaf. We zijn al best ver in de dag, Edo. Dus ik raad aan om wel echt gewoon nu een beetje gas erop te geven. Want, gaan we doen. ik wil... een medicijntje innemen. Ik wil liever niet dood gaan. Begrijp ik. Ik moet er even zo'n ander medicijntje oppakken dan. Want ik heb dus net een medicijn gebruikt. Zo.
Oké, dan pak ik twee medicijnen op. Hier heb je zo'n groot tentenkamp. Oh jee. Ja, Sven. Ja, we komen er langs. Ik bedoel, we gaan gewoon even kijken of er iets staat. En zijn mensen bij mij? Bij jou? Ja. Oké, kom eraan. Waar de fuck ben jij? Zijn er nog achter die bedden? Oké, zijn er echt te veel, ja. Kom, dan, waarom loop je dan ook helemaal daarheen? Ik zei, ik ga via de kust. Waar ben jij? Het zijn er vier, Sven. Ja, ik kan niet. Ik ben aan ren dan richting mij. Ja, dat kan niet. Ik sta hierboven en er staan vier mensen om mij heen. Ja, ik kan daar niet boven komen. Je kan naar beneden springen als het moet. Ja, ik kan niet naar boven, dus je zal naar beneden moeten. Ze zijn sneller dan ik. Maar kom je naar beneden of wat ga je doen? Ja, ik wil eigenlijk even wachten op jou als je die erg vindt. Ja, maar moet ik dan naar beneden bedoel je? Ja, hier naar mij toe komen. Ja, naar beneden. Daar beneden. Holy shit! Wat? Oh, je bent daar boven! Ik dacht boven op die berg. Aha. Ze hebben die hele gozer uit elkaar getrokken, Sven. Welke hele gozer? Zie je hoeveel er zijn? Ja, ik ga als ik snel ben, kunnen we ze toch bestoken met arrows? Dan hebben we het overleefd. Oké, ja, dat gaan we doen. Ik ga mijn arrows pakken. Wacht, hoe kom ik daar boven? Moet ik een knopje drukken of zo? Oh, laat maar eens ik op. Oh, hello. We moeten het water in. Nou, dit ding zit allemaal achter mij aan. Hello. Ga het water in. Daar ben je veilig. Weet je zeker? Ja, ze kunnen het water niet in. Ah! Nee, ik vind dit zo niet vers. Ik ook niet. Ah! Oké. Ja, sorry, ik dacht dat het de bel ging of zo. Dus ik ga even kijken, hè. Nee, Sven, gewoon gaan. Gewoon wegzwemmen voor ze. Eentje is dood? Ja, gewoon wegzwemmen, Sven, please. Waar wil je heen? Terug. Daar. Je raakt ook onderkoeld, hè? Nee, dat duurt echt wel even. Dat zie je ook in je scherm op een gegeven moment. Met allemaal van die sterretjes. Ik pak mijn speer ook even in mijn handen. Ik zit ze keihard te trollen. Drie mensen. Waar ben jij? Ik zie jou niet eens meer. Naast je, rechts. Rechts? Oh, daar. Je kan ze net een beetje trollen. Zeg maar, je kan op dat klein stukje land, kun je een beetje rennen en dan moet je dieper het water in gaan. Op mij zijn ze, ze gaan in ieder geval niet meer op mij af, volgens mij. Nee, maar ze gaan wel op mij af. Eentje git. Holy shit. Ik sta op het land. Ik ben veilig, denk ik. Voor nu. Kom op, Pido. Oh, ze komen achter jou aan, of niet? Pido. Ik ga even wat eten. Pido. Of drinken, wat is het wat ik nodig heb? Komen ze hier dan? Nee. Wacht. YOLO. Oh. Ah. Oeh, zit heel close bij ons volgens mij, of niet? Ja, oké, we gaan gewoon doorzwemmen, Sven. En dan gewoon wegrennen. Heel snel, want het wordt heel snel donker. Echt heel snel. Oh, wat een goed idee, Sven. Yes. Nee, grapje. Ja, ik riep al van, we gaan terug. Maar hey. Toen gewoon rennen, Sven. Niet achterom kijken, gewoon rennen. Gewoon rennen? Ja. Nou, ik heb best wel snacks. Dat is die ene keer. Zo. Oh, dan heb ik al veel energie weer. Chill. Oké. Ik ben aan het rennen als malle. Ja, ik ook. En we komen wel beetje snel in de buurt ook, dus. Wat zeg je? We komen heel veel in de buurt nu. Oké, wat is dit? Ja. Hier is een cave, Sven. Even goed onthouden. Oké, dat is dat onthouden. New item added to the to-do list. Oh ja, de cave weer gaan natuurlijk. Help! Kom, ik rennen! Ja, ik kan niet rennen, waarom rent hij niet? Ja, dan heb je geen energie. Ook gehit in de hand. Oké, gewoon doorrennen. Nu weer wegrennen. Oh, komen er veel meer. En het wordt echt nu te donker. En het wordt heel snel donker. Swim! Ik ga zwemmen, inderdaad.
Oh, dit is echt heel spannend dit. Ik zet even snel die settings op super of zo. Dat kon je nog doen. Ik ga gewoon zwemmen. Ik ga gewoon zwemmen. Komt goed, jongens. Ik ga gewoon lekker zwemmen. Dat weet ik niet meer. Jawel. We gaan gewoon lekker zwemmen. Ja, die settings moeten echt even op super. Dan zie je veel meer. Ik weet alleen niet meer waar dat moet. Het wordt echt keisnel donker. Ja, ik heb hier echt geen tijd voor. Waarvoor? Nou, voor het op dinges te zetten. Ik heb geen idee waar ik ben. Ik ben weer op het land volgens mij. Goed aangevallen. Dit hebben we niet goed gepland, jongens. Dit hebben we niet goed gepland. Oké, ik geef het toe. Ik zie echt niks meer. Oké, sorry kijkers. Daar gaat de softbox even. Ik ga gewoon even uit op het huisje af. Oh, dit is wel echt heel creepy dit. Wacht. Wat nou? Als ik... Kan niet. Oh, ik denk dat loopt zo te schreeuwen ook gewoon, hè, Edo. Dat is echt niet normaal. En ik zie gewoon echt zelfs met mijn licht uit zie ik niks. Ik zie ook niks. Ja, daar ben jij. Maar... Worden we nog steeds achterna gezeten? Ja, volgens mij wel. Oké. Lichtje aan. Ik kan niet eens zien of dat ik vooruit kom. Oké, mijn softbox. Oké, Sven, ze hebben zelfs zaklampen nu. Zaklampen? Ja. Ga weg, hoor. Heel heftig. Nee. Zaklampen, nee. Je kunt ook overdraaien weer, hoor. Nee. Oh, Sven, hoe de fuck gaan we dit overleven? Ik zie daar de maan of zo, die wordt verduisterd. Ik weet niet hoe ver ik ben. Ik kan even niet zien of... Sven. Even hier zo, huppakee. Ik weet niet of ik nog vooruit kom. Ik kom nog vooruit volgens mij. Dat is mooi. Ja, we zijn er bijna, Sven. Echt? Zijn we heel close? Ja, we zijn echt heel close. Oh, ik zie het. Ik zie jou. Oh, ik zie daar ook de blauwe ding. Ja, oh, we hebben het overleefd. Oh, als we het overleven, Edo. Als we het overleven. Ik bijna. Ik kan niet rennen. Mijn poppetje is dood op. Hij is dood op. Oh, wat is dit ziek zeg. Nou Sven, de laatste keer dat we zoiets gaan doen. Ja, dat vind ik ook een hele mooie afsluiting, Edo. Zo, echt wel. Oh. Good night.